Goedemorgen, welkom bij Burning Man vlog 1, dag 1 van Burning Man. Wij zijn wakker, we hebben ons gedoucht met baby wipes en aangekleed, omgekleed. Dit is de outfit die ik aan heb. Ik heb op YouTube een outfit video gemaakt en daar zie je wat dit is. Dit is met zo'n broekje en gewoon super fun outfit. Zoals je ziet, mijn haar is al dof van de playa dust, maar ik probeer het een soort van levend te houden. Wij zijn gisteravond laat aangekomen en wij zijn onze tent gaan opzetten. En ik denk dat wij rond 12:30 al lagen te slapen. We hebben echt, in tegenstelling tot vorig jaar, de meest chille tent ever. Dit is echt gewoon... Dit is de beste tent ooit. Ik ga even een tour doen door de tent, zodat jullie kunnen zien hoe en wat. Oké, dit is de ingang van de tent. En zoals je aan mij al kon zien, kan ik hier dus staan. Wat echt fantastisch is. Dan kan je goed omkleden, opfrissen, dingen doen. Het is heel rot als je niet kan staan, want dan moet je gewoon alles als een soort van worm op de grond doen. En dat is gewoon, ja, dat is irritant. Maar hier kan je gewoon staan. Je kan hier gewoon een rondje draaien zo. Het is vet groot. Als je binnenkomt, we hebben hier onze schoenen neergezet. Er zit op playa dust hier, maar dat komt van gisteren dat we het allemaal op zaten te zetten. En erin en eruit gingen en alles. Dus er is wel wat zand ingekomen. Maar dit is echt niks vergeleken met vorig jaar. Goed, schoenen. Dit is mijn deel. Dit is Foef's deel. En ik heb hier mijn jas, mijn petjes, mijn hoedjes, mijn verzorgingsproducten. Eigenlijk mijn ochtendroutine. Ik heb hier zonnebrandcrème, emergency. Daarachter ligt nog wat duct tape. Hier heb ik mijn handtas, of handtas, rugzak. Met dingen die daar zo meteen in gaan. Dit gaat mee. En hieronder ligt de tas met outfits en andere dingen. Hier heb ik nog een zakje, daar ligt mijn lampje in. En het boekje voor Burning Man. En nog twee kleine lampjes. Dan hebben we hier onze afvalbak. Dit is een kartonnen tas en daar heb ik een zak in gedaan. We hebben van die pedaalhemmerzakken. En dat is Moep, dat gaat dan weg. Dit is Foef's gedeelte. Hier heeft hij zijn tas, zijn jas. Daar ook die grote tas. We hebben daar nog een waszak liggen voor vuile kleding. En dan komt nu het allerbeste deel. Want deze tent heeft dus twee delen. Deel 1 is waar we nu staan. En deel 2 is helemaal dust free. Oh jongens, dit is echt heerlijk. Kom, we stappen daar even in. De regel is ook, als die open is, is deze dicht. En eigenlijk deze alleen open als je er heel even naar binnen wil. En we gaan hem niet open laten, dan komt er zo min mogelijk stof in. Goed, hier hebben we een snackbag met snacks. Hier hebben we volgens medicijnen een paar. Dan hier de slaaparea. En dit zijn de matrassen waar we op liggen. En dit is echt geweldig. Foef heeft serieus kunnen slapen hierop. Hier, dit is hoe het heet. Het heet Eureka Softrest Traveler. En dit is niet eens heel dik of zo. Kijk, het is zo. En het is top. En wij kregen dit dus aangeraden van iemand die met een gebroken rug ging kamperen. En die zei, ja, het slaapt heerlijk. En er staat ook op de verpakking, feels like a waterbed. En het is echt zo. Het is net alsof je op een waterbed ligt. Nou, dan hebben we deze slaapzakken. We hebben allebei zo'n matrasje. Ik zit ook lekker handig in het midden. Dan hebben we deze slaapzakken. Dit zijn van die, zeg maar, van die mummy dingen. Dus je kan ze niet aan elkaar vastmaken. Is extra warm. Was niet nodig vannacht. Want ja, het was niet eens zo koud. Maar goed, het is wel lekker als het straks ineens ijskoud is. Zo. Kijk, het is helemaal afgesloten. Als je wil, kan je stukjes open doen. Hier kan dus dit ook open, dit open. En dan heb je frisse lucht. Maar dat gaan wij dus juist niet doen. Dan blijft het dust free. Foefje? Nee. Ik zie jou in de schaduw. Dat is niet erg. Oké. Foefje staat hier aan de buitenkant nu. Hey Foef, hoe voel je het matrasje? Ja, super top. Ja, heb ik goed geslapen, hè? Echt geweldig. Ja, ik was echt een beetje bang dat het niet goed zou gaan, maar het ging goed. We hebben hier ons lampje. En die hadden we vorige keer ook mee. Hoe kwam aan dat lampje, Foef? Die heb ik gekocht. Bij de Action of zo, toch? Nee, Mini in the Box. Oké, nou echt een top ding en doet het nog steeds. En echt de hele tent is verlicht als we hier liggen. Dan hebben we een pooch met mijn mobiel. Ik gebruik als wekker. En dan heb ik hier wat verfrissingsdoekjes, een zakdoekjes en een prullenbakje. Voor als we hier... Wat? Ik wou vragen of jij de lampjes buiten had uitgezet. Nee, hebben we niet gedaan hè. Nou ja, die zijn nu op. En dit is eigenlijk de binnenkant hier. Zo min mogelijk spullen. Zodat we gewoon lekker dust free kunnen liggen. We doen het nog. Oké, top. Dus deze nacht was zo anders dan die eerste nacht van vorig jaar. Voor wie het niet gezien heeft, Google even, of YouTube even, Burning Man vlog 1 en dan vlogcross. Och, het was echt een drama. En Antje en Danny hadden dezelfde tent. Het was gewoon dramatisch. En dit is gewoon chill. Kijk hoe chill. De tent die wij hebben is deze van Eureka.
Outside In Compact RS Green in Club Vr. En al onze kampeerspullen zijn van Eureka. En dat is gesponsord. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Want hierdoor kan ik een normale nachtrust hebben. Dus thanks daarvoor. En voor deze fantastische tent. Het is echt dang. We hebben meegenomen uit Nederland. Hij gaat sowieso mee terug. Dit is onze tent. Voortaan met alles. Love it. Oh, het enige waar ik me zorgen om maakte was dit gaas. Want ik dacht, nee, want als hier dan zand is, dan komt het daar. Maar dit is dus, dit komt niet hier. Kijk, dit zit er buiten. Dus er zit eigenlijk een soort van overkoepeling nog omheen. Waardoor het zeg maar gewoon ook cool blijft in de tent. Het is vandaag zondag. Normaal komen we dus pas dinsdagavond aan. Zou het zeg maar nu woensdag zijn. Dus we hebben echt gewoon zondag, maandag, dinsdag 3 volle dagen extra. En dat is echt gewoon... chill. Hella is er ook al, die is nu weer weg. Maar ik ga eens even lekker ontbijten. Dingetjes doen. En ik zie jullie later vandaag. Een paar uur later. We hebben allemaal dingetjes gedaan. Gelopen, fiets opgehaald. Kijk, geen dust. Het is gewoon amazing. Het is zo leuk hier, jongens. Het is echt bizar om hier ook te zijn voordat we eerst waren. Dus alles wordt nog opgebouwd. En zo fun. Ik ben aan het hijgen, want ik kwam naar de tent toe rennen omdat ik onze L-wire nodig heb om op de fiets te doen. L-wire, dat is dat fantastische gekleurde dit. Van die draadjes. Wacht, is dit het? Nee, dit. Daar ben ik weer. Het is 4:10 en het is voor mij tijd om een dutje te doen. Dit is echt standaard routine. Ik ga dutje doen. En Foefie gaat lekker feesten, rondlopen, weet ik veel wat allemaal. Maar ik weet het, ik kak altijd een beetje in. En dan vind ik het lekker om even te slapen een uurtje. En dan kan ik weer de hele avond doorfeesten. En dan gewoon naar bed. Redelijk vroeg op. En dan weer een dutje doen. En misschien wel 2 of 3 keer een dutje. Vorige week er 4. Dat was echt veel. Maar goed, ik ga even slapen. Goedemorgen. Goedemiddag, avond, nacht. Weet ik veel. Ik ben dus in slaap gevallen. Dutje kunnen doen. Nu wakker. Hoef je ook. Kijk, ik heb dit net gemaakt van mijn L-wire. Dit gaat om mijn tas heen. Ik heb dezelfde outfit aan als overdag. Alleen dan met een zwarte... ja, legging erbij. En even mijn jas aan doen. Light or die. Als het goed licht hebben we Burning Man. Kijk, hoe zit dit? Ja. Yeah. Groen, dat vond ik wel bij mijn jas passen. Ik heb een roze op mijn fiets. We zijn weer terug in de tent. Het was zo, zeg maar, niet koud dat we zonder jas konden. Dus dat is leuk. Poepje. Hallo. Wow, ik zit helemaal licht. Ja. Wat is dit? Dat is jouw hoofdlampje. Kook. Wat vinden jullie van mijn haar niet? Het is heel dusty. Het is net of er heel veel droog shampoo in zit. Zit er wel. Dusty shampoo. Goed, ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei. Zie? Ja. Maar straks... Maar... heel lang meer. Nee. Ik denk dat we nog 10 minuten zon hebben en daarna is het zwart. En kijk, dit is dus Playa Dust.